Welkom allemaal bij een nieuwe serie genaamd Geloof je dat? In deze serie zullen we samen personages van de Bijbel bestuderen. Van Adam en Eva tot en met Jezus en zijn discipelen. In deze serie hebben we voornamelijk twee doelen. Het eerste doel is om de personages van de Bijbel te leren kennen. En om hierdoor Gods werk voor de mensheid beter te leren kennen. Hierdoor weten we wat Gods plan is voor jou en voor mij. Het tweede doel van deze serie is om te leren hoe wij standvastigheid kunnen hebben in het geloof. Want we gaan zien hoe deze personages door standvastigheid in het geloof succes hebben behaald en hun uitdagingen hebben weerstaan. Want succes komt na geloof, niet voor geloof. Vaak denken wij dat wij pas zullen geloven of handelen naar ons geloof wanneer God ons bijstaat. Wanneer we God voelen in ons leven, dan zullen wij geloof hebben en ook daarna werken en handelen. Echter is het tegenovergestelde waar. Eerst moeten we geloof hebben en dan zullen wij Gods werk en Gods zegen ervaren in ons leven. Wat is geloof eigenlijk? De betekenis van geloof kunnen we mooi direct halen uit de eerste vers van Hebreeën hoofdstuk 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Wat wordt hiermee bedoeld? Hiermee wordt bedoeld dat wij gehoorzamen aan Gods gebod, waarvan het resultaat niet helemaal zichtbaar is. Maar omdat het gebod van God komt, doen wij het toch en hebben wij vertrouwen daarin, omdat als God bestaat, en we weten dat God bestaat, dat hebben we gezien in onze vorige serie, dan is alles wat Hij zegt per definitie perfect. Want God is perfect. Wat betekent dit praktisch? Praktisch betekent dit wanneer God vraagt aan ons om eerlijk te zijn, dat we daar ook naar handelen. Ja, soms begrijpen we niet hoe dat goed kan zijn, want als ik nu lieg, dan kom ik uit de situatie. Ik weet zichtbaar wat mijn resultaat is. Maar als ik eerlijk ben, dan weet ik niet wat er gebeurt. Misschien word ik geconfronteerd. Misschien komen er nog meer problemen. Dus ik heb geen zicht op het resultaat. En dat is wat het betekent om geloof te hebben. Dat als God vraagt om eerlijk te zijn, of wat dan ook, dan doen wij dat, ondanks dat wij niet zien waar dat naartoe leidt. Ik wil afsluiten met het verhaal van Jezus en de twee blinden in Matteüs 9, vers 27 tot en met 30. En toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden. Die riepen: Zoon van David, ontferm u over ons. Toen hij in het huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat ik dat kan doen? Zij zeiden tegen hem: Ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. Geloof je dat? Geloof je dat God jou kan genezen? Tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het kijken.